55 theateracts met 117 voorstellingen, 47 muziekoptredens en 8 doorlopende installaties veroveren van 28 tot 30 mei het centrum van Leeuwarden voor het Fries Straatfestival. Deze editie belooft mooier en beter te worden dan ooit, want dit jaar zijn er meer en betere, verrassende, nationale en internationale acts te bewonderen. We hebben een prachtige doorsnee van de verschillende soorten genres van straattheater. Dus ik denk, kom kijken, 3 dagen lang, vrijdagmiddag een kindermiddag, zaterdag de hele stad vol met enorm veel steltegroepen. Met Oldehoofse Kerkhof, Prinsentuin en zondag doen we nog een keer het Oldehoofse Kerkhof. Dinsdag werd het programma op een persconferentie in de Harmonie gepresenteerd. 3 dagen lang straatfestival, dat is een hele organisatie. Dat klopt. En zeker met het aantal bezoekers wat we gaan verwachten. Want we nemen aan dat er 90.000 mensen gaan komen. Niet alleen uit de stad Leeuwarden, maar vanuit heel Friesland. Ze zijn allemaal welkom. En daarvoor hebben we een behoorlijke organisatie op poten gezet. Ja, dat klopt. Hoeveel mensen zitten daarin? Ik durf het nauwelijks te zeggen met alle vrijwilligers die erbij horen, want dat is een rijkelijk grote organisatie. Onze kern die bestaat uit een man of 10. Er zijn maar liefst 55 acts. Ja, veel hè. Dat komt, we hebben 20 buitenlandse voorstellingen, we hebben 15 familievoorstellingen, nog een keer 15 kindervoorstellingen. En we hebben ook installaties, dat betekent dat iets continu doorloopt. Dat je de voorstelling... Het is een interactie met het publiek. Je kan iets doen, je kan kleien, maar je kan ook spelen op potten en pannen. Je kan rijden op een pastapan. Je kan lopen door buizen die geluid maken, waar een muziekje uitkomt. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Uiteindelijk wil het Fries Straatfestival het meest vooraanstaande straatfestival van Nederland worden. Als we op de winkel passen, dan past het ons niet. We zijn een ambitieuze groep die dit festival graag willen laten uitgroeien tot het meest belangrijke straatfestival in Nederland. En dan heb ik het over niet alleen bezoekersaantallen, maar ook over kwaliteit, gastvrijheid, organisatie en dat mensen daar heel graag willen komen. Niet alleen de bezoekers, maar ook de optredenden. Met andere woorden, groeien, gestaag, niet met grote sprongen, maar gestaag groeien. En dat is een lange termijn. Dat gaat waarschijnlijk over een aantal jaren, gaat het nog duren. We zijn goed op weg naar 10 jaar, 90.000 man. Dat is dus elk jaar, het is nog geen 10 jaar, het is nu het 9e jaar. Dus elk jaar 10.000 erbij. Ook zag een sprankelende nieuwe website met hedendaagse toepassingen het levenslicht. Dat klopt. We hebben met Fries Straatfestival een nieuwe website gerealiseerd die per vandaag online is. Het is een hele uitgebreide site. Dat klopt zeker. We hebben allemaal nieuwe toepassingen. Bezoekers kunnen per vandaag dus ook hun eigen persoonlijke programma samenstellen en daarvoor hun vrienden ook uitnodigen, zodat ze er niet alleen heen hoeven te gaan. Daarnaast zijn wij ook actief op de social media vertegenwoordig. We twitteren veel, wat tijdens het straatfestival zelf ook een prominente plaats krijgt op onze website. En natuurlijk kunnen huis, Facebook en YouTube niet ontbreken. Met Twitter kun je het laatste nieuws te weten komen. Dat klopt inderdaad. En daar willen we het ook vooral voor gaan gebruiken. Nu in aanloop naar het festival is het natuurlijk hartstikke leuk om de laatste nieuwtjes daar bekend te maken. Maar tijdens het festival zelf is het ook heel belangrijk om daar het echte, actuele, belangrijke nieuws bekend te maken. Bijvoorbeeld als er een parkeergarage vol is, kunnen we mensen direct op de hoogte stellen. Nieuw is dit jaar ook dat er 's avonds acts zijn. Straat-acts, ja, dat is in die zin nieuw dat we wel altijd muzikale acts hebben gehad. Maar we hebben nu ook in de opmaat naar die verdere avond toe. Vroeger stopte het rond 1:30. Nu gaan we gewoon door tot 8:30. En dan komen de echte muzikale activiteiten los in het Fries Straatfestival. Financieel lijkt het me ook een hele haal. Ook dat is helemaal waar, maar we zijn erin geslaagd om dat allemaal voor elkaar te krijgen. We hebben een goede onderbouwing door subsidies vanuit de provincie en de gemeente Leeuwarden, waarmee het dus ook een Fries Straatfestival wordt. We hebben onze eigen fondsen, we hebben goede sponsors en we hebben een fonds waarmee we ook vooruit kunnen dit jaar en volgend jaar. En daarna moeten we verder op eigen benen. Wat ik nog vergeten ben eigenlijk te zeggen is, we hebben ook aquabubbels. Dat wil zeggen, je kan lopen in van die hele grote opgeblazen bollen op de Nieuwstad op de gracht. Nou, wat let je. Dat hebben we hier nog nooit gezien in Leeuwarden. Nee, dat is hartstikke nieuw. Je kruipt erin, in een klein holletje. Dan wordt er lucht ingeblazen. En dan rol je zo op het water. En dan loop je dus gewoon op het water. Dus je kan op het water lopen tegenwoordig. Nog één vraag, wanneer is het ook alweer? We beginnen op vrijdag 28, zaterdag de hele dag 29. En zondagmiddag de 30e mei op bescheiden schaal. Het laatste bedeltje op het Oldehoofse Kerkhof. En voor de rest door de hele stad.